Onder de Drentse kunstenaars neemt Kees Tijn als schilder een geheel eigen positie in. Niet alleen ten aanzien van zijn opleiding, maar zeker ook wat betreft zijn werk. Zorg voor de mens en zorg voor de ons omringende natuur, die hem telkens weer verrukt door de wonderlijke structuren die hij daarin aantreft, vormen Tijns voortdurende inspiratiebron. Hoe ik ertoe gekomen ben om te gaan schilderen, die vraag is mij vaak gesteld, maar niet zo geweldig makkelijk te beantwoorden. En ik bezocht samen met mijn vrouw vaak tentoonstellingen. En ja, op een gegeven moment heb ik daar een zekere interesse voor gekregen om zelf wat werk te gaan maken. En toen heb ik een schildersboek gekocht en daar ben ik mee aan de gang gegaan. En toen heb ik dus naast mijn beroep als röntgenoloog in het Emmer Ziekenhuis, ben ik dus toen met het schilderen begonnen. Ja, dus de trant van schilderen in het magisch realisme, dat heeft mij dus erg geboeid. En dat kwam onder andere door de bezoeken die ik bracht aan het Arnhems Gemeentemuseum, waar dus vrij veel werk van deze kunstenaars aanwezig is. Zoals dus het werk van Raoul Heinkes en Karel Willink, Dick Ket, Schumacher en dergelijke kunstenaars. Dat ik ben inderdaad in die trant ben ik ook aan het schilderen gegaan. En dat is het werk van de eerste jaren, denk ik, ongeveer geweest. Ik gebruikte meestal, in het begin tenminste, triplex en na de hand mazoniet voor het werk. Dat werd dus gegrond. En daarna maakte ik een klein voorstudietje vaak. Nou ja, dat kan op een fotje papier zijn, kan op de achterkant van een envelop zijn. En dat schilderde ik. In Emmen was het dus toen in eind 60er jaren zo dat daar een amateurvereniging werd opgericht. De Amateurvereniging Kunstenaars Emmen, AKE. En dat was naar aanleiding van een tentoonstelling in het plaatselijke museum daar. En op die tentoonstelling heb ik dus toen een prijs gekregen met een portret van de drie bestuursleden van het Diaconessenhuis in Emmen. En daarna ben ik ook begonnen met het maken van een zelfportret. Uiteraard had ik daar en de spiegel en ook wat foto's voor nodig, die ik dus daarvoor gebruikt heb. En ik dacht, nou ja, ik beeld mij dus nu eens af als radioloog. Aantasting van het milieu heb ik dus ook proberen te verbeelden in een drieluikje. Het linkerpaneel laat dus de reine natuur zien, de mooie natuur. Het middelste dus de actie, de hand die het tegenhoudt. En het rechterpaneel laat dus de destructie van de natuur zien met rokende schoorstenen en dergelijke. Op dit schilderij wordt de aarde voorgesteld als een rottende appel en als een klein aardbolletje dat zich op de rand van de afgrond bevindt. Het volgende werk, Op Drift, symboliseert het ozongat en de aarde die afscheurt van zijn denkbeeldige bevestiging. Zijn streven is erop gericht beter te worden, steeds beter en nog weer beter. Niet alleen om zijn werk in technisch opzicht te perfectioneren, maar ook om de daarin meegegeven boodschap in een aantal werken zo helder en duidelijk mogelijk voor het voetlicht te brengen. Ja, dit schilderij is typisch een magisch realistisch schilderij. Het is op, deze keer is het op multiplex is het geschilderd. Wat de opbouw van het schilderij betreft, is het dus de grondtoon is bruin geweest. En daar zijn dus deze kleuren in tweede instantie als tweede laag overheen gezet. En de echte lichte plekjes in het schilderij, die zijn dus naderhand dus met wat verf nog wat opgelicht. Zeg maar, de lichtere tonen zijn daar bijgezet. In december 1972 verhuist Kees Tijn met zijn gezin naar hun woonboerderij te Flintenhof. Hier heb ik me afgebeeld voor de boerderij waarin ik woon. De boerderij heet De Flintenhof, staat in Tinalo in Drenthe. En op een gegeven moment was er in de 80e jaren, in 1986, was er een tentoonstelling in het Singermuseum over hedendaagse portretschilderkunst. Bij deze expositie is een boek verschenen, geschreven door Hans Redeker,
die van alle 150 kunstenaars die in het boek zijn opgenomen, de tekst heeft geschreven en daarbij dus ook een foto van het geëxposeerde werk in het Singermuseum. Als autodidact heeft Tijnen zijn geheel eigen inbreng in de wereld van de hedendaagse beeldende kunst. Te weten als schilder van portretten, maar daarnaast vooral ook als schilder van fantastische composities, waarbij de termen symbolistisch en surrealistisch zijn gevallen. Het schilderij wat ik een keer van mijn echtgenote heb gemaakt, dat is in 1986. Er zitten verschillende symbolische voorstellingen in dit schilderij. We zien aan de linkerkant zien we de geboorteplaats van mijn vrouw afgebeeld, een dorp in Noordoost-Groningen. Aan de rechterkant hier de stad Groningen, het perspectief van de stad Groningen in de verte, waar mijn vrouw dus gewerkt heeft. Zij heeft de hand geslagen om een vaas, die antieke vaas die stamt uit mijn familie. En we zien hier een drietal vlindertjes. Deze drie vlinders, dat zijn symbolen voor mijn drie dochters. Deze dochters die komen bij wijze van spreken uit deze vaas. Tenminste, dat zou je zo kunnen voorstellen. Die vaas fungeert dan als een soort baarmoeder. Ik heb mijn dochter zelf laten kiezen welke vlinders zij het beste bij zich vonden passen. Een schilderij waar ik nog altijd met veel plezier naar kijk. Een wat ander schilderij dan men misschien van mij gewend is. Het is een wat minder serieus schilderij, zou ik bijna zeggen. Deze enorme varkenskop. Wat me natuurlijk zeer geïmponeerd heeft, dat is die enorme snuit die er recht op je aankomt. Waarbij je als het ware in de neusgaten kijkt. En ik heb het varken afgebeeld, dat grote varken met dat hele kleine boertje wat erbij is afgebeeld. Beide kijken vrolijk, zeg ik altijd. Het varken kijkt vrolijk omdat hij goed voedsel krijgt. En die boer die kijkt vrolijk omdat hij vindt dat het varken goed groeit. He, dus ze zijn allebei tevreden. Alleen weet het varken natuurlijk niet wat voor toekomst hem precies te wachten staat. Maar zo een grappig schilderij is een keer ertussendoor. En zo schilder ik niet alleen paardenbloemen, dat heb ik twee keer ooit gedaan, geloof ik hoor. Maar ook wel eens aardbeien, pruimen en appels. Maar ook vooral, denk ik, is dat voor mij een les in de structuuroefening. Hoe ziet een appel eruit? Hoe ziet een paardenbloem eruit? En dat gegeven, dat kan ik naderhand nog weer gebruiken in mijn meer symbolische, surrealistische voorstellingen. Al deze vruchten symboliseren de vluchtelingen die vanuit Oost-Europa geleidelijk naar het westen kwamen. Waar staat het prikkeldraad nu voor? Het prikkeldraad, dat is dus een uiting eigenlijk van het ijzeren gordijn. De rode riem staat voor het rode regime wat erachter het ijzeren gordijn aanwezig was. Deze vluchtelingen worden tegengehouden door dus dit prikkeldraad en die rode riem. Verder zitten er natuurlijk surrealistische details in. Zoals die banaan die aan de onderkant een duidelijke teen laat zien. En dat verschrompelde appeltje. Die een soort van een gezicht toont in zijn verschrompeling. Dit schilderij is getiteld Zonne-energie. Het geheel is gebaseerd eigenlijk op een zonnebloem. Het is natuurlijk niet precies een zonnebloem, maar dat is het basisgedachte. Het centrum van die zonnebloem, dat is dan de zon die hier afgebeeld is. Iets over de techniek van deze vlinders. Die zijn in eerste instantie geschilderd, gewoon vrij vlak, wel al in kleur. En naar de hand is een soort pointillisme. Zijn de kleurvlakjes hier overheen gezet, waardoor het een hele diepe kleur krijgt, eigenlijk door de onderlaag en door de toplaag die er verder overheen zit. Bij Tijn zoekt men tevergeefs naar anekdotische taferelen of landschappen.
In zijn werk tracht hij via reductie van veel gegevens tot de essentie te komen van zijn onderwerp. En probeert hij dit niet alleen zo realistisch mogelijk, maar ook in esthetisch opzicht zo verantwoord mogelijk weer te geven. Vooral die mannetjes kalkoenen, die vind ik enorm imponerend. Want wanneer de zon op die vleugels, op die veren staat, dan zie je de meest fantastische kleuren. En dan al die plooitjes die je hier in die lellen ziet. Dat is heel fascinerend ook om dat zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Trouwens, hier zit dus alles met elkaar, zit hier 100 uur werk in dit schilderij. Ja, men vraagt me wel eens, waarom schrijf je nou precies op hoe lang je met een schilderij bezig bent? Nou, ik doe dat inderdaad ook voor mijn eigen administratie. Dat ik weet wanneer ik met een schilderij begonnen ben en wanneer het klaar was. En ik vind het voor mezelf leuk om te weten hoe lang ik ermee bezig ben geweest. Ja, dit schilderij maakt een onderdeel uit van een serie van 26 schilderijen die ik geschilderd heb naar verhalen van Jannie Boerema. Jannie Boerema is een Drentse schrijfster die al sinds tientallen jaren in Drenthe heel bekend is. Die gedichten en andere literatuur heeft geschreven. En die ontmoette ik een paar jaar geleden bij de opening van een expositie. En toen heb ik tegen haar gezegd, is het niet aardig om eens een keer een combinatie te doen van literatuur en beeldende kunst. Dus het idee kwam eigenlijk van mezelf. Ja, nadat ik het eerste schilderij had geschilderd, dus het schilderij Een Roze Wolk, was Jannie Boerema er zeer door getroffen. En die vond het iets heel bijzonders dat een verhaal van haar, dat het op een dergelijke manier verbeeld was. Dit schilderij dat staat op het titelblad van het boek wat naar aanleiding van deze sprookjes door de drukkerij Boom is gedrukt. Een Roze Wolk heet dus het boek. En waarom heet het Een Roze Wolk? Wel omdat het eerste schilderij wat geproduceerd is naar aanleiding van het eerste sprookje van Jannie Boerema ging dus over een roze wolk. Recensent Erik Bos van het Nieuwsblad van het Noorden schreef over de serie schilderijen van Een Roze Wolk: wie de tentoonstelling ziet, denkt meteen aan de Amsterdamse surrealist Melle. Het zijn zacht gekleurde landschappen in een sterk licht donker gehouden achtergrond. Een soort schaduwland is het, waarin vreemde groeisels een wonderlijke relatie aangaan met stukjes huis, kommetjes, bloemen, beestjes en wolken. Afscheid van de seizoenen is niets meer of minder dan afscheid van de cirkelgang van de natuur. Van het perpetuum mobile van leven en dood. De complete constructie van de natuur is knarsend tot stilstand gekomen. Kijk maar, de versteende losse flarden van de damesschoen maakt dat meteen duidelijk. Als we als tafereelwandelaars tussen de eierdoppen langs de haan lopen, blijkt het beest als aan de grond genageld. Dit doet ons aan Doornroosje denken, na het moment dat ze zich aan de naald heeft geprikt en er in de komende 100 jaar niets meer gebeurt. Alleen haar schoen is, net als bij Assepoester, achtergebleven, als nabeeld van haar aanwezigheid waarop de tijd geen vat meer heeft. We laten de attributen voor wat ze zijn en lopen voorzichtig het veld over, door dat mistige, vochtige gras dat in de verte bijna onmerkbaar overgaat in de lucht. Een beetje wantrouwig lopen we vervolgens door de scheur in de hemel en staan in een andere, lege wereld, waarvan de poort de vorm van een vaas heeft. Die vaas herkennen we. Dat is dezelfde vaas die we elders in het oeuvre van Kees Tijn tegenkomen. Maar dan niet als verschiet, maar als hoofdonderwerp. Steeds midden in het vlak, fier en sierlijk. Een fiere vaas met een fraai bloemmotief. Maar wat we dan ook meteen zien, is dat die vaas in de loop van de serie
uiteenvalt, onthecht raakt, zichzelf in schillen opdeelt, net zoals de damespump in Afscheid van de Seizoenen. Die vaas zien we zelfs vloeibaar worden, zodat er niks meer aan elkaar te plakken valt. Als we afscheid moeten nemen van de seizoenen, de wereld verstart en alles tot stilstand is gekomen, hebben we het over de dood. Je zou het niet zo direct zeggen bij al die zachte, optimistische kleuren en bijna vrolijke acteurs in dit levenstoneel. Maar het is strikt genomen wel zo. Kees Tijn heeft vanaf de eerste trotse, gedecoreerde vaas tot en met zijn afscheid van de seizoenen een proces van verval geschilderd dat eindigt in totale stilstand. Die vaas, de schoen, dat uiteenvallen en oplossen. Het is het verhaal van de echtgenote van Kees, haar ziekteproces en het verval van haar mentale vermogens. In het werk van Kees Tijn zijn elementen als vervreemding, symboliek, absurditeit, wetenschap en maatschappelijke thema's in harmonie verenigd. Dat alles in de traditionele fijnschilderkunst. Zo probeert hij de beschouwer een boodschap mee te geven. Daarin schuilt Tijns kracht en onderscheidt hij zich van zijn meeste noordelijke collega's. Het werk van Kees Tijn heeft een heel eigen plaats in de hedendaagse figuratieve schilderkunst. 1974 ben ik lid van het Drentsch Schildersgenootschap. Dat heeft me erg gestimuleerd om werk te maken, de kwaliteit te verhogen. Ik heb gesprekken natuurlijk kunnen voeren met hoofdzakelijk beroepsmatige kunstenaars die er lid van zijn. Ik heb zelf het genoegen gehad om daar van 77 tot 89 ook voorzitter van te mogen zijn. Dat is ook een hele interessante periode. De onderwerpen die op het ogenblik dus de grootste rol spelen, dat zijn denk ik de symbolisch-surrealistische voorstellingen die ik het leukste vind te doen en vaak gebaseerd op onderwerpen die ik in mijn eigen tuin vind. Of het werk nou echt een hele andere richting op zal gaan, dat weet ik niet. Dat zal ik de toekomst moeten wijzen. Maar dat zie je toch ook bij heel veel vroegere kunstenaars, dat niet het geval is. Bij sommigen weer wel, bij anderen niet. Dus ik denk dat gewoon uit de toekomst moet blijken. Maar de natuur zal dus een hele belangrijke functie blijven vervullen. De onderwerpen komen daaruit. Ik heb natuurlijk een erf wat heel mooi is, waar ik dus dieren heb, waar ik planten heb, bomen heb, vruchten heb, die ik allemaal in mijn werk kan gebruiken. Dus ik zie eigenlijk wel dat ook de toekomst zal blijven van mijn schilderwerk. De schilderijen van Tijn zijn inspirerend om naar te kijken. Zij bieden stof tot nadenken en de mogelijkheid om visueel te genieten.